Nederlandse burgemeesters en wethouders hebben naast hun functies tientallen bijbanen. Een deel daarvan is zeer lonend, zo blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Alle genoemde functies hebben betrekking op de situatie in 2015. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft enkele nevenfuncties waar geen vergoeding over wordt uitgekeerd. Van één bijbaantje worden de inkomsten volgens RTL niet bekendgemaakt. Oud-burgemeester Kerenweer van de gemeente Bergendal had in 2015 een extraatje van 3600 euro. Omdat hij lid was van de Stichting tot Beheer van het Vermogen der Oud-Burgeren. Oud-burgemeester Mengde van de gemeente Heumen was voorzitter van de Raad van Toezicht La Providence, een zorginstelling, en had in 2015 een extra inkomst van 7.500 euro.